In de serie over de nieuwe raadsleden een gesprek met Joost Verijken van Nunes Belang. Waarom ben je in de politiek gegaan? Ik was een van de vele burgers, denk ik, die altijd kritisch was op de gemeente Nuenen. Ik had er geen kaas van gegeten. Ik ben toen in contact gekomen met Nunes Belang. Daardoor ben ik als commissielid terechtgekomen in de commissie Ruimte. En daarin bleek dat ik daar een hele andere kijk op gekregen had. En dat ik het erg leuk vond om te doen. En waarom heb je gekozen voor een lokale partij als Nunes Belang en niet voor een landelijke politieke partij? Ik denk dat de lokale partij meer kan doen voor de burgers. In die zin, wij zijn vrij om te doen en te laten wat we willen. Wij worden niet gestuurd door Den Haag. En wij zijn wat dat betreft wat dichter bij de burgers. Ik ben bij Nunes Belang terechtgekomen en daar eigenlijk meteen een prima binding gekregen. En hun gedachten kwamen overeen met hetgeen hoe ik erover dacht. Nou wordt Nunes Belang altijd geassocieerd met Jacques Leemans, de oprichter van de partij, die ook lange tijd Nunes Belang heeft geleid. Hoe is het om iemand als Jacques Leemans te moeten opvolgen? Leuk. Jacques heeft natuurlijk de partij opgericht. Het was het gezicht van Nunes Belang. We waren ook door een verjonging. Jacques heeft het heel erg lang gedaan. En we hebben op een gegeven moment ook de keuze gemaakt dat ik die kar verder ga trekken met jongere mensen om me heen en met een frissere blik. Zodat we met de koers van Nunes Belang verder de toekomst in kunnen. Nou heb ik jou mogen meemaken tijdens een politieke debat al als voor de gemeenteraadsverkiezingen, als vertegenwoordiger van Nunes Belang. Wat ik nog niet zo begrepen heb is waarom Jacques Leemans niet al voor de verkiezingen het stokje heeft overgedragen aan jou. Ja, dat... De reden was dat Jacques graag het KAVI-onderzoek wilde afwachten. Het KAVI-onderzoek zou na de verkiezingen pas openbaar worden. Toen bleek dat het nog langer ging duren. Hebben we op een gegeven moment besloten van nou, daar gaan we niet op wachten. We gaan dat vrij snel na de verkiezingen overdragen. Dan zit jij als eenpitter in de gemeenteraad. Hoe lastig is dat? Dat is vrij lastig. Je moet alles alleen doen. Met je achterban. Je kunt wel veel know-how halen uit andere meningen van andere politieke partijen. En ik heb het voordeel dat ik al 4-5 jaar meeloop. Dus vanaf daar kun je ook wat mee doen. Jullie zijn oppositiepartij, maar naar ik begrepen heb, zijn jullie inmiddels gedoger van de coalitie geworden. Hoe is dat zo gekomen? Oppositie zijn we nooit geweest. We hebben altijd gezegd, we zijn een soort gedogen partij. Daarentegen hebben wij wel het coalitieakkoord ondertekend. Wij hebben punt voor punt aangegeven waar we het mee eens zijn en waar we het niet mee eens zijn. Het merendeel waren we mee eens, dus het coalitieakkoord hebben we ondertekend. Dat doen we ook mee, maar niet tegen elke prijs en niet voor spek en bonen. Als ik kijk naar 2015, wat zijn dan de belangrijkste zaken die jullie gerealiseerd willen zien? Wij zouden erg graag zien dat nu financieel nog gezonder wordt. En wij willen ons eigenlijk echt hard maken voor een zelfstandig Nuenen. Wij zouden het erg prettig vinden als deze gemeente zelfstandig zou blijven. Dan kan ik me voorstellen dat dat erg prettig is, maar is het ook realistisch om dat te doen? Ja, we hebben dat wel in eigen hand. Als we de begroting hebben op orde, die is goedgekeurd. Financieel gaat het steeds beter met de gemeente Nuenen. We hebben het in eigen hand om zelfstandig te blijven.